we zijn vandaag in de zoo van Antwerpen. En lijkt wel cool om hier eens te komen. Met Enzo. Dus we gaan alles proberen vast te leggen. We gaan er niet heel lang blijven, maar ja, we gaan toch eens kijken. Hier zit er zo apen in, die zien ze niet. Die zien ze niet. We zijn in de vlindertuin. En ik hoop nu veel vlinders te zien. Die flapper er al een paar. Ik weet niet wie ze kan zien. Maar die flapperen ze dus. En daar ook. Dus hier heb je zo wat vlinders. Kijk, een veel op de. Moet ik een foto maken? Allemaal vlindertjes. De diertjes. Hier de aapjes. Hier zitten. Hier zitten allemaal vogeltjes. We gaan eens kijken wat we in beeld krijgen, de vogel. En daar zitten nog allemaal vogeltjes. Die zitten er allemaal in. Dat is een dier, hè?
de giraf. Pas op, hè. Dat zijn olifantjes. Papa en mama zijn al weg. Hier zit het. Dit is mooi nou. Zeer druk vandaag. Het is met dat mooie weer, iedereen komt naar hier. Eigenlijk kom ik eerst af als het minder is, omdat dan mensen komen niet buiten dan. Het is recht. Maar dat is niet zo erg. Laat ik dat wat kunnen genieten. Het voornaamste. Dus meer hoeft er niet te zijn. Ik kom sowieso nog eens terug met oma en opa, dus dat is ook wel leuk om te weten. Wat dit is en dat? Wat dit is en dat? We zijn het. Sokstaartjes en sokstaartjes. Ja? Ja? Je moet het dan allemaal wel opstaan. Hij vindt dat zand dat zo, die kiezel zo leuk, die liggen. Berenvallei. En wij zitten hier binnen eigenlijk, waar de beren normaal zouden moeten zitten. Dus wel speciaal. Ik kan heel goed stappen al, dus een voordeel. Ik ga hier opzetten. Hè. Voorzicht, hè? Het is hier hoog. Dat je niet valt, hè? Een kleine beer. Ze zijn al een paar kilometer, het is ook wel warm. Dus het is echt. Maar ik wil een unieke foto maken dat daar de markt ligt rond. Manneke, en daar wil ik een foto maken met hem. Dus dat gaan we eigenlijk een beetje doen. Want het is echt wel heel warm en ook druk. Dat is niet te doen. Kijk. Dus we gaan even terug naar beneden. En dan gaan we naar 2 en dan gaan we daar kijken of we daar kaarsen hebben. Dus dan gaan we naar beneden, dat is op nummer 1. Dus we gaan eens kijken. De lift.
Oh my god, echt. Dat was, we zijn met de Primark geweest. Oh my god. Ja, dat is echt een winkel waar je zegt van, je gaat erin om, om in de dood te lopen. Echt, man. Die liften die duren keilang. Ik heb er ook geen klachten over of zo, totaal niet. Maar het was echt, ja, het was er echt wel kei druk en ja, dat geeft heel veel prikkels. Dus. Maar we hebben gevonden wat we moeten hebben. We hebben iets gevonden wat we gaan gebruiken om een cadeautje mee te maken. We gaan ook nog lollies erin steken en zo. Dus ja, die gaan we halen. Denk ik in eigen stad. Want ik zeg, het is echt op de kop gelopen. We hebben ook nog een leuke trui gevonden. En een zwembroek. Die we gekocht hebben. Dus dus alles voor mij. Dit is niet. Dat mooie staartbroek. Dus en dus we gaan hier straks even in de winkel of zo. Het is echt wel heel druk geweest, echt. Dat is normaal. Dus we gaan eens kijken of we ergens kunnen deftig kunnen binnen gaan. Zit maar op vlug. Ja, wat boys, we zijn hier in Antwerpen. Rustig op mij aan het wandelen, is dat je broertje? Nee, dat is mijn petekind. Uw petekindje, we zijn hier rustig. Petekindje van Ballstar. Alleen maar loef naar hem. Wanneer gaan we spaghetti date? Binnenkort. Binnenkort. Ai, love, tja. Zo. Hey, man. Ja. Opstaan maar, foto pakken. Ja, je mag een foto nemen. Hey, merci. Dat is graag gedaan. Ja, dat moest er van komen uiteindelijk. Hey. Ik ben ook zo. Ja, jullie mogen ook een foto. Sorry man. Kom. Dankjewel man. Dankjewel. Hey, we komen in de vlog. Dus, ja, vind ik wel leuk om te doen hoor. Het is niet omdat het bij mij druk was daar, dat ik denk van, oh nee, maar het is even allemaal een beetje druk. Ik wou zelf een roze trui kopen, maar die, ja. Ik had dat niet zo'n Minnie Mouse. Wel voor Mickey Mouse, maar niet een Minnie Mouse, dus daarmee. Maar dat is leuk dat je nu echt eens ziet wat ik daar meemaak eigenlijk. Hè. Ik vind dat leuk. Ik love van alle fans toe trouwens. Maar ik heb echt hoofdpijn gekregen van gewoon daar nog maar rond te lopen eigenlijk. Oh, die prikkels waren niet te doen. Dat mensen dat volhouden, ik snap dat niet echt. Oh. Ja, dat gaan we maar een tijdje mogen voelen. Maar ja, goed. We gaan nu verder. We kunnen nog wat meer drukte tegenkomen, want het is echt goed weer. Dus, niet normaal. Het is er op de koppen lopen. Dat was precies ook dat tegenwand dat is. Ik weet niet wat hij is. Het is er echt, ja. Nog lollies happen. We gaan eens kijken hier in de HEMA. Daar ben ik al eens geweest, de reis voor de kaars, maar nu gaan we hier nog eens kijken voor de lollies. Wow, zo'n grote lift jongen, waar we in zitten. Ik heb niets gevonden, maar ja, we gaan toch maar eens kijken in de CNA. Je weet maar nooit. We hebben wel een paar selfies gemaakt met de mensen, maar we hebben hier nog niet echt heel veel gevonden. Dus we gaan nu terug waar we vandaan komen. En dat is al buiten. Dus dat gaan we nu doen. Dus, het was echt druk, het is toch altijd druk. En Sinterklaas, een bekende TikToker gezien. Je gaat het wel zien in zijn vlog. Ja, ik ben vergeten te vloggen, ik ben zo kieken. Maar ja, je gaat er dan nog van horen. Het was echt heel leuk, echt. Maar ik zeg het, als we nu nog eens een keer te gaan, denk als ik ga gaan, dan is het regen. Die Primark echt niet doen. Ja, het zijn echt heel veel prikkels, ik heb echt hoofdpijn. Je zou misschien zeggen, ja, maar ja, ja, ik snap dat voor veel mensen is dat anders. Maar ik met mijn autisme is dat niet zo gemakkelijk eigenlijk om die prikkeltjes en zo. Dus ik had ook mijn koptelefoon in de CNA opgedaan omdat ik het gewoon niet meer kon. Ik kon gewoon niet meer. Ik was kapot. Dus ja, ik was echt kapot. En dus we moeten nog. Ja, een verrassing vinden. Ik heb het nu wel gezegd in de vlog, maar ik denk dat ze gaan kijken naar de vlog. Dus ja, we gaan naar de frituur bij ons. Daar ga ik nog lekker eten kopen. En dan gaan we... Voor de rest gaan we niet zo heel veel meer doen eigenlijk. Gewoon de vlog echt. En we hebben ook nog de vlog van gisteren te doen. Dus we hebben nog wat
hard werk te gaan. Ik heb dan ook vandaag ook wel 2 vlogs gemaakt. Maar ik denk dat belangrijk omdat dat zo wat een thema is. Zo. Dat hebben we de vorige keer ook gedaan. Maar ja, toen was de vlogcamera weg. Nu hebben we zo één gevonden. Dus ene die niet zo 100% is om foto's te maken. Maar ja, hoe lang dat we deze kunnen doen zonder dat kunnen we nog voor de rest in orde brengen. En sparen dus, maar wat dat het is. Hè. Dus ja, sowieso. Hè. Voilà. Maar ik zeg het echt waar, ik zit net dood. En hij denk ik ook wel. Maar hij is echt super braaf geweest. Het is echt een manneke, heb ik niet eens gehoord. Als ik hem eens hoorde, dan was het gewoon puur omdat hij ja, uit de attractie niet wilde, omdat het zo leuk was. Of dat het zo leuk was voor andere dingen. Dus ja, dan had hij dat. Maar eigenlijk voor de rest is hij heel stil geweest. En heeft hij eigenlijk gewoon zich gedragen, lijkt een normale jongen, zich gedraagt. Dus natuurlijk enthousiast was hij wel. En hij probeert natuurlijk ook wel altijd. Dat merkt hij ook wel. Hij probeert van ik ga het toch proberen. Maar als hij dat niet aan toegeeft, dan is dat snel over. Hij wil heel graag in de boxauto's van Katrien, maar daar is hij niet in mogen gaan. Ik heb ook gezien in de vlog. Dus het is goed warm eigenlijk nu. Momenteel. Ik hoop dat we er snel thuis zijn, want ik heb het nodig. Ja, we moeten nu nog een bv zien. Ik zal eens in de beeld brengen. Ik zal die in beeld brengen. Maar ik ben zo eigenlijk niet een persoon die zegt van ik andere mensen in beeld breng of zo. Ik ben daar eerder beschaamd in. En zo dingen. Dat maakt ook wie ik ben eigenlijk. Ik zie me niet als iemand heel bekend of zo. Mensen kennen me wel. Altijd spreek ik me ook aan. Maar zelf ben ik niet zo van ik ben echt heel beroemd of zo. Dat niet. Dus alle weken zijn er nog open. Het is wel spijt dat oma ziek was. Dat vind ik nog altijd heel spijtig, want ik had haar graag hierbij gewild. Dus een shout-out naar oma, Annie. Ik hoop dat je snel beter bent. Want we missen jou. Ik heb ook... Dus... jouw verrassing, we hebben wel iets anders gekozen voor haar verjaardag. We hebben wel zo'n filmpje gemaakt en zo. Maar normaal was de bedoeling dat ze met mij ons meeging naar Plopsland voor de verjaardag. Maar ja, tegen als hij hem kan meegaan, is het haar verjaardag al lang niet meer. Dus we hebben wel een leuke andere verrassing gekocht voor haar. Om toch een beetje, ja, toch wel een leuk cadeau te kunnen geven. Ik weet dat wat ze gaat antwoorden, dat was niet nodig. Spaarrecentjes en zo, niet allemaal, maar ik vond dat wel belangrijk, omdat, ja, zij doet ook heel veel voor ons. Zij is er altijd, dus ik vond het wel belangrijk om iets terug te doen, om er eens een keertje te staan. Dus, wij gaan nu verder wandelen en dan gaan we ons frietjes halen. En nu gaan we straks, als we het eten hebben, gaan we naar huis, want ik kan hier.